Hert-Jan de Metz, ik begin even met die 4 op 12. Wat is uw eerste gevoel? Dat we goed voetbal spelen, maar de punten voorlopig nog niet pakken. Ja, even over de match vandaag. Het zag er heel lang heel goed uit. Hè. We waren heel goed aan die match begonnen. We hebben dat eigenlijk goed volgehouden. En dan dat pijnlijke tegendoelpunt. Ja, ik denk dat beide ploegen zijn momenten hebben gehad. Maar dat wij toch de betere hebben gehad. En dan ja, krijgen we het tegendoelpunt tegen. Ik weet zelf niet of de speler van Henk weet dat hij hem binnenkoopt. Ja, dat zou kunnen. Maar we zijn er eigenlijk blijven voor gaan tot het einde. Hè. Dat is toch altijd te zien, hè? Ja, we hebben een ploeg die mentaal heel sterk is en het is spijtig dat we er nog niet voor beloond worden in deze eerste 4 wedstrijden. Maar als we zo blijven voortdoen, gaan we toch nog veel punten pakken, denk ik. Volgende week hier thuis opnieuw tegen Oostende. Is dat gemakkelijk om je daar opnieuw voor te kunnen opladen? Zeker niet gemakkelijker. Ik denk dat een heel moeilijke wedstrijd zou worden. En, het is toch wel belangrijk dat we dan die 3 punten hier thuis houden. En, oké, we hebben nu 4 op 12, maar ik denk dat we vooral moeten onthouden dat we goed voetbal brengen en dat we toch onze kansen afdwingen. Maar ja, het is jammer dat we zo makkelijk doelpunten tegenkrijgen ook. Ja, vooral jij. Hè. Ik heb je toch zelden op een foutje betrapt. Hè. Goeie wedstrijd. Ja, het is waar. Maar ik denk dat vandaag het werk was van heel de ploeg, dat iedereen er blijft voor gaan is tot de laatste minuut. En ja, zeg het nog een keer, ik val misschien in herhaling, maar het is jammer dat we er niet voor beloond worden. Maar we mogen zeker ons kopje niet laten hangen en gewoon blijven werken zoals we bezig zijn en de punten gaan we wel volgen. En op naar de 3 punten tegen Oostende. Ja, zeker. Dank je wel, Hert-Jan.